Gloednieuwe vlog. Mijn naam is Yves de Remus. We gaan zo meteen vertrekken even naar de Carrefour Market. Maar ik ga sowieso al één ding zeggen. Enige deelneming aan de mensen die je sowieso bent verloren. Ik vind dat heel erg. En daar moet even dan ook stil bij gestaan worden. Dus vandaag is het ook Allerheiligen. Worden de doden herdacht? Ja, mensen. Klein beetje informatie via mijn kanaal krijgen jullie ook. Oké. Voilà. Even wat paar dingetjes aan de kant zetten. Voor zelfs een lekkere ontbijt te kunnen doen. Of een kleine brunch. Ik denk dat een groot ontbijt nog wel gaat zijn hoor. Oh, daar ging een fles. En die fles doet een domino-effect. Die duwde tegen een pakje aan. Sandwiches heb ik nog genoeg, dat is goed. Allee, mensen. Yes. Ik ga wel lawaai maken. Oké, verlassen. Mijn pompak is eindelijk leeg. Dat is goed uitspoelen. Hier is ook nog goed uitspoelen. Voilà. Laat nog heel snel afval doen en dan kunnen we vertrekken. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Het is nu nog mooi weer, maar ik denk dat het straks slechter weer gaat worden. We gaan eens even richting Google, dat is vragen. Dus zet even jullie sound af als ik dit dan terug doe, dan mogen jullie het terug opzetten. Hey Google, wat is het weer voor vandaag? Vandaag valt er plaatselijk een bui in Alken, met een maximum van 14 en een minimum van 9. Op dit moment is het 12 graden en overwegend bewolkt. Vanessa, jullie weten het. En klopt dit informatie? Is even kijken. Is het een klein beetje voorwege bewolkt? Klein beetje.
Voilà. Goedemorgen. Mijn water is bijna vol. Dus ik ga het nu te afwas doen. Tot straks allemaal. Jojojo. Zo, mijn ontbijt is... lekkere boerenworst. Dan heb ik ook nog een kleine dessertje gekocht. Een geruit aprikozentaartje voor twee personen. Maar dat is voor één persoon. Dan opnieuw in een pot Nutella. Dat kan heerlijk zijn. Maar wat er nu nog op tafel moet staan, is de andere pot Nutella. De koffie. De melk. Bestek moet dat ook nog, ja zeker. De melk. Voor elk. Dan de boter. De sandwiches. Deze gaan we naar daar doen, deze gaan we naar daar doen. Dan de koffie, de suiker nog. Suiker. Voilà, bestek. Voilà. En dan nu nog de koffie. Voilà, de heerlijke koffie. Dus we gaan ons lekker laten smaken. Tot straks allemaal. Jojo. Zo, mijn maatje is weg. We hebben hier, mijn buurvrouw en mijn maatje hebben hier nog leuk Uno gespeeld. Maar na het Uno, wat heb ik dan gedaan? Ik ga het jullie even laten zien. Ik ga jullie dan neerzetten. Voilà. Als ik het even zo zet, dan ga ik het zo even tonen. Je ziet hier alles gesorteerd. Oh. Dus de speciale kaarten, dus die zijn geschreven eerst. Dan met de handjes. Oei, geschreven. Dan de plus vierkes. Dan heb je hier ook nog wat geschrift en al. Dus ja, de speciale kaarten en al. Ja, en die dan zo ook op kleur gesorteerd. Je ziet dus allemaal groene kaarten. Zie dus de plus 2-kes bij de plus 2-kes, voor te draaien bij de draaikes, de 0-kes bij de 0-kes, de 3-kes bij de 3-kes, noem maar op. En daar heb ik toch wel ook een half uur voor nodig gehad om dat toch wel wat te sorteren. Jullie zeggen van, heb je niks anders te doen? Vandaag? Nee, ik heb niks anders te doen. Dus ik ga zo meteen ook nog een paar dingetjes doen, ook op mijn pc, voor alles in orde te krijgen voor CU-LAN. Die bed, die luchtmatras, die moet nog afgelaten worden, dus die moet ook nog ingepakt worden. En dan ga ik eens de eerste test doen, dat ik alles kan meekrijgen in die box, daar, in die box, dus... alles gaat daar leeg worden. En dan daar mijn pc-kast in. Plus dan ga ik daar ook nog wat kleren in doen. Douchegerief, noem maar op. Voor te kijken, al een klein voortestje voor naar Trimac te gaan. Ik weet niet als dit ooit op tijd gaat afgeraken. Die is al een paar dagen iets bezig op mijn pc. Niks fout, dus het is hier voor intern gebruik. Maar het heeft zijn tijd nodig om alles te indexeren, ik zal het zo zeggen. En dan gaan er wel een paar mensen hun antennetjes wel omhoog steken van indexeren.
Was dat niet vroeger van een programma? Ja, dat was een vroeger van een programma op een computer en al. Dus die werd gebruikt. Ik ga hier nu nog een en ander ook nog wat opruimen. Dus gelijk dit. Hup. En gaan we zo door naar de dingen toe. Allee. Naar de bergruimte. Hup, zet er in de zwarte zak. Dan. Voor 2 tassen en 3 messen en een lepel en een glas gaan we dat al afwassen. Ik ben aan het denken. Kan ik dat wel denken, denken jullie? Ja, ik kan denken. Nee, dus dat gaan we niet doen. Ik heb alsjeblieft wel eens even drinken, want ik begin dorst te krijgen. Ik hoor dat nog eens doen. Ah ja. Luister goed wat ik ga doen. Power off. Ja, dat klopt. Power off. Dankjewel om dat te zeggen. Dus mijn computer die gaat aanblijven. Dan ga ik hier zometeen al een en ander ook al wat opruimen. Oh nee, ik dacht mijn maatje is haar oplader vergeten, maar dat is niet. Het is ook wat winderig. Ik hoop dat jullie van de timeslap hebben genoten van de wandeling van hieruit naar de Carrefour en van de Carrefour terug naar hier toe. Ik hoop dat jullie daar echt hebben van genoten. Want ik ben nu ook zo aan het denken, ga ik nog een kleine wandeling maken, ja of nee? Ik kan dat nog in principe. Maar dan kan ik op mijn eigen tempo eens wandelen, dan kan ik eens goed doorwandelen. Bijvoorbeeld 8, 9 kilometer, hup, dan heb je dat wel een, op mijn GoPro. En daar is weer al iemand aan het arriveren. Maar ja, dat blijft privé wie aan het arriveren is. Jammer genoeg. Maar ja, ik ga jullie laten. Ik zie jullie misschien nog straks nog terug. Als er iets te binnen schiet van... Oh, dat kan ik misschien nog doen. Of dat kan ik misschien nog doen. Ja, dan, dan pak ik mijn camera. En dan begin ik te filmen. Jawel, dames en heren. En dan doe ik de ene shot na de andere. Wauw, 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 wauw. Misschien. Ja. Dus een aan de andere shot. Oh, ik ga tv kijken. Shot! Dat is saai, hè? Dus als ik dan zo... Zo bijvoorbeeld als ik naar die televisie ga kijken... Dat ik dan zo hier mijn camera heb gezet. Dames en heren, ik ga nu op een stoel zitten. Jawel, ik zit nu op een stoel. Ik ga nu naar de televisie kijken. Veel kijkplezier met mij te samen. Is dat leuk? Nee, hè? Voilà. Dat is niet leuk, hè? Of dat ik hier zo in de zetel zit. Hupsen, hé. Ja, dames en heren, ik ga wat televisie kijken. Oh, Vanessa, ik zit hier lekker televisie te kijken. Oh, ik ben naar YouTube-funkers aan het kijken, mensen. Ik ben naar YouTube-funkers aan het kijken. Auw. Dat is cool. Ja. Nee hoor, mensen, dat is saai. Dit... Daar vind ik dus geen content maken. Dus daarom dat ik ook soms zo denk van... Wat kan ik nog filmen en al? Wat kan ik nog doen en al? Dus ja... Ik probeer ook maar dingen te verzinnen, hè. Dus...
zo gelijk dus televisie kijken, oftewel zit ik hier op die stoel ofwel in de zetel. Ja, dan zit ik daar ook maar te zitten stil en al. Of als ik hier zo zit te liggen in deze bedje naar YouTube zo te kijken, als die beeldscherm dan is gedraaid, deze hier. Dus. Ja, dus als er nog iets is, dan pak ik de camera, dan begin ik te shooten, shoot. Nee, ja, dus. Maar ik denk dat er niet meer veel te gebeuren staat voor vandaag. Denk eraan, ga ook naar mijn Discord server. De link staat hier onderaan in de beschrijving. Waarom zeg ik dat? Daar staat ook een topic open van de Q&A. Stel uw vragen daarin. Ik zal ze volgende week maandag dan beantwoorden naar mijn werk. En dan, dus ja, eerst naar mijn werk, dan mijn computer nog in elkaar steken. Hoogstwaarschijnlijk dat ik dan nog geen tijd heb gehad voor zondag die in elkaar te steken. Maar zondag moet ik die wel in elkaar steken voor mijn vlog, dan in elkaar te steken van die zondag nog. Ah, ik weet dat dus nog niet hoe ik dat nog allemaal ga oplossen. Dus dat ga ik ook nog zo allemaal even zo gaan brainstormen. Hoe ga ik dat nu doen? Hoe ga ik dat doen? Ik weet het dus nog niet, dus ik ga daar nog over nadenken. Voilà. Als jullie ideeën hebben, laat het hieronder in de comments weten. Hoe moet ik dat doen? Ook zo gelijk Dreamhack. Dus ik ga het met dit filmen. Maar het probleem is, mijn computerkast die daar staat, die steekt dan hierin. En ja, hoe ga ik dan mijn vlog dan in elkaar kunnen steken als ik geen stroom heb of zo? Dat ik alleen maar kan filmen met mijn GoPro. En dan nog een kleine oproep naar jullie toe. Als iemand in de buurt van Alke woont en die kan zijn powerbank lenen. Dus ik zoek 5 stuks powerbanks voor toch door te komen over te kunnen vloggen en al. Mogen die ook altijd, mogen altijd aanmelden. Hier onderaan in de comments en dan zal ik jou wel terug contacteren. Ofwel stuurt je gewoon een mailje naar info@psychotv.be en ik zal wel dan bekijken hoe ik dan in contact kom met jou voor die powerbank te kunnen lenen en ook terug te brengen natuurlijk na Zweden avonturen. Top, goed, oké. Dus ik zie jullie misschien zelfs allemaal terug. Yo. Ik hoop dat jullie van de timestamp hebben genoten. Mag al je wensen op de verlanglijst. Ik heb even ook de harde schijven al wat afgekuist voor mee te nemen naar Dreamhack. Dat was dus deze genonkje, dat is de zomereditie van Dreamhack. Ik kijk er echt naar uit. Oh ja, dat is ook wel altijd goede muziek daar hoor. Altijd. Prachtige muziek. En ook, ik ga ook proberen daar
wat PC-cases te filmen. Dus gemotte PC-cases filmen. Want ik denk, dat kan ook wel eens echt eens heel mooi zijn eens in een vlog, hè. Voilà. Allee, kijk dat eens aan, man. Hoho, wat ga je toch allemaal meemaken. Jezus Maria! Ik weet niet waar ik moet beginnen te filmen. Ik ga hier ook de vlog mee afsluiten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet om mijn belletje te drukken. Dan blijf je dat horen wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de timeslapjes. Ook daarvan Dreamhack en al. Ik kijk er echt, echt, echt naar uit toe. Dus... ik zal zeggen, hè. De tijd is aan het korten en al om daar naartoe te gaan. Ik kijk er echt naar uit. Maar de eerste is weekend nog. See you dan in Gerardsbergen. Dus als je wilt op bezoek komen, je zit altijd welkom op. En alle informatie vind je op www.sagotv.be ofwel op www.cu-lan.be. Ik zie jullie allemaal daar. Tot later allemaal. Maar morgen is ook nog een gewone dag. Zo mensen. Ik ga nu nog gauw iets eten. Mijn vlog zit al half al in elkaar, dus ik ben nu nog... ik heb er toch nog iets aan koppelen. Dat is, ja, ik ga nog zelfs weg. Ja, ik ga dus nog naar Bea bezoeken. Hoewel van dat morgen gaat het echt stormen. Dus wanneer dat deze vlog online komt, is eigenlijk de stormdag aangebroken. En hopelijk ook al een klein beetje naar het verleden toe. Dat het gaat liggen is. Maar ik weet niet wanneer dat de storm echt gaat toeslaan. Ik heb gehoord. Ik ga nu nog iets lekkers eten. Dat is een heerlijke sandwichjes met... oh, jawel, je kunt het wel raden, hè. Nutella. Oeh, excuseer. En ondertussen tijd is het ook buiten terug beginnen te regenen. Dat het zo slecht weer gaat zijn, dat wist ik niet. En dan moet ik er zelfs ook nog eens erdoor, hè. Dus mijn tas. Jawel. Eens lekker Nesquik erbij eten, zoals gewoonlijk. Bij eten, bij drinken. Oké. Dan. De melk. Voor elk. Voilà. De boter. Andere boter is op, dus dat is goed. Dus ik ga deze nieuwe boter gebruiken. Yes, eindelijk verse boter. Oh yeah, oh yeah. Waarom ben ik toch vandaag zo vrolijk? Ik ben zo vandaag zo vrolijk, zo vrolijk. Dan heb ik nog mijn mes nodig. Die zit hierin. Valesse. Tjaka, tjak, tjak. Speel niet met messen, dank u. Want dat is levensgevaarlijk. Dat is echt levensgevaarlijk. Dan nog een gewone mes. Dan ook nog een soeplepel. Waarom een soeplepel? Voor in mijn halve liter tas van de Efteling. Wat heb ik dan nog nodig? Ah ja, het hoofdingrediënten. De choco. Choco, 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 choco. Dus ja, ik ga het eens echt eens laten zien hoe het al buiten is, hoe winderig. Kijk, dat is alles aan. Weet je, ik ga daar eens een klein timeslapje van maken. Kleintje. Dus als ik aan het eten ben, tot ik gedaan heb met eten, zolang ga ik het dan even laten opnemen. Ik ga deze deur terug toe doen. Dat is zo de wind opengewaaid. En dan misschien dat dat ook nog wel leuke beelden kan opleveren. Oh, broken dreamer is your mind. All the scars that's leaving behind. We light the world up now. Let us fire in your eyes to the darkness into the night. Oh, broken dreamer is your mind.
ik hoop dat jullie van deze timeslap hebben genoten. Van het weer buiten. Dus ja, ondertussen tijd heb ik gedaan met eten. En heb ik zelfs ook al mijn tafeltje opgeruimd. Maar nog één ding nog iets vergeten. De tafel af te wrijven. Moet ook gebeuren, hè mensen. Wrijven, wrijven, wrijven. En dan ga ik nog op bezoek naar mijn allerbeste vriendin, Bea! Yay! Daar gaat alles goed mee. Ben ik blij om. Ze doet het goed, kinder. Maar veel kan ik er niet over vertellen, omdat dat niet aan mij gelegen is. Als er iets is, en ze wil het ook kwijt in de ganse wereld, dan is het aan haar de taak om dat te doen en niet aan mij. Voilà. Dan nog iets. Deze morgen, ik heb het er ook nog wel al erin gemonteerd al in mijn vlog. Deze morgen is het dus wat mislukt, de wandeltocht richting de Carrefour te gaan. Wat is er juist aan gaande? Hoe moet ik het gaan uitleggen? Ik was die bestand aan het overzetten. En in één keer, Explorer.exe marcheert niet. Alles liep vast. Alles liep vast, terwijl dat die ook aan het overzetten was. Daardoor is die bestand ook beschadigd geworden. Ik heb het nog geprobeerd te herstellen, maar te vergeefs. Dus, maar ik heb wel de wandeltocht van de Carrefour terug naar mijn thuis toe. Die heb ik wel dan nog. Maar dan heb ik dan daaronder ook dan mijn excuses ook in aangeboden. Maar nu... Amai. Ik moet ook die richting uit. Is die richting echt heel mooi weer aan het worden. Ziet dat dus aan. Wauw. Ja, dus ik ga die richting ook uit. Dus ik ga naar mijn vriendinnetje toe. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, zo yo, mensen. Je ziet het is goed donker al geworden. Jawel. Dus ja, ik probeer ook het pad te nemen met de verlichting. Dan zien jullie mij ook soms zo eens opduiken, zo gelijk nu. Hallo allemaal. Ik heb nu juist afscheid genomen van mijn goede vriendinnetje. We hebben een paar afspraakjes ook gemaakt. Ook in verband met de vlog. Dus het komt wel goed, mensen. Het komt wel goed. Maar oh fucking hell. Het is koud buiten. En dan heb ik hier ook nog een blik, hè. Er zit niet alleen maar Fanta in. Ik heb dat gemixt. Fanta met cola. Dat is lekker. Moeten jullie ook eens doen. Dan wordt dat zo'n iced tea kleur. Als jullie dat kennen. Een iced tea kleur. Voilà. Maar mensen. Ketting. Dat word ik al lastig gevallen. Je ziet hè. Ik kan nooit de goede vloggen. Zonder is lastig gevallen toch. Maar ja, dat maakt niet uit. Ze mogen mij lastig vallen. Maar ik kijk naar de vlog nu. Dus ja, nou pak mij dat waar ik niet op het nemen ben. Zo, voilà. Ik ga jullie laten. Ik ga ook de vlog hier nu echt volledig afsluiten. Want als ik thuis aankom is het nog familietijd, YouTube-tijd, slapenstijd. Voilà. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet op de abonneerknop te drukken. En ook op het belletje te klikken. Zo blijven jullie op de hoogte wanneer ik een postje maak. Een vlogje maak. Een livestreamje doe. Of iets anders, een short movie of zo. Goed, ik zie jullie allemaal morgen terug. Yo, yo.